Davy, welkom bij Roda. Dankjewel. Eerste dag, eerste training achter de rug. Hoe bevalt het nu toe? Ja, ik zei al tegen jou, koud vandaag. Maar eerste training ging prima. Ik ben blij om hier te zijn. En je speelt middenveld? Klopt. 8, 6, 10? Ik voornamelijk op 8 en op 6. En dan links of rechts, dat maakt me niet zoveel uit. Zolang je maar aan het spelen komt. Dat is het allerbelangrijkste. Wat was voor jou de motivatie om naar Roda te komen? Voor mij de voornamelijkste reden was om in de eerste elftal zoveel mogelijk speelminuten te gaan maken. Ik had een goede klik met de trainer, die heeft mij gecontacteerd. En zodoende ben ik gaan kijken van, is Roda een goede club voor mij? Op dit moment draait het aardig, dus ik denk dat ik hier nog wel wat aan toe kan voegen, in de positieve zin. En wat ik al zeg, lekker spelen is het allerbelangrijkste en ik hoop wat moois neer te zetten hier met Roda. Je hebt dit seizoen één doelpunt gemaakt bij Jong Utrecht tegen Jong PSV. Ja, was een klein beetje een intikkertje bijna te noemen. Ja. Kunnen we van jou meer doelpunten verwachten? Of? Ja, ik moet daar zeker aan gaan werken. Dus ik hoop zeker dat dat hier gaat lukken. Dat is de bedoeling, ja. De training zag je na een paar keer met Benji een beetje overleggen en zo. Ja. Kennen jullie elkaar of meteen een goede klik gevonden? Nee, ja, eigenlijk sinds dat ik hier vanochtend binnenkwam was die klik met hem gelijk aanwezig. Ik heb dit seizoen nog tegen Roda gevoetbald. Hij viel me wel op in positieve zin. Hij houdt ook echt van het spelletje, lekker met de bal voetballen. Zo ben ik ook wel een beetje. En hij ving me goed op. Ik ben met hem een stukje meegereden net. Dus die klik is goed, ja. Dat is een goede voorbode voor de rest van het seizoen, denk ik toch? Als het nu al meteen gaat klikken. Mee eens. Laten we er iets moois van maken.